Zo. Lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een zondagmorgen. Toch? Ik ben het al even kwijt. Ja, zondagmorgen. Poh. Nee, dat was niet leuk. Nou ja. Er zijn eigenlijk twee redenen. Ja, het is leuk, want het is droog. Ja, het is leuk, want het is lekker weer. Ja, het is leuk, maar het is niet warm. Och, jongens. Het is... Deze komt mijn dashboard 26 graden. Dit is eigenlijk best al wel een temperatuurtje. Om 9:45. Gewoon te laat wezen lopen. Goed, ik was vanmorgen om 6:30 of zo schrok ik wakker. Ik denk, nou, doe ik even een uurtje blijven liggen. 7:30 ga ik lekker eruit. En dan op tijd weg. Scheelt misschien een stuk. Damn. Niet gelukt. 8:00 schrok ik pas wakker. Dus snel omkleden, snel even schoenen aantrekken, ben je weer te laat. Ja, en dan krijg je dit, hè. Dus, maar goed. Het zit erop. Het gaat niet verhitten met deze benauwdheid zo. Boah. Maar goed, uiteindelijk, ik heb mijn 3 rondjes gehaald. Zoals gezegd, het is nu best warm. Om die poging te wagen voor rondje nummer 4. Maar goed, en we zijn steeds in de opbouwfase. Dus dat gaat me niet te gek laten maken. Dan toch met dit weer. Proberen die vierde erin te knallen. Heeft geen zin. Dan ga ik vandaag weer een blessure lopen en dan ben je weer terug bij af. Dus tot nu toe gaat het goed. De oefeningen die ik daarna doe gaan goed. Ik had fijn nog eens killers bij de jumping jacks. En ja, nu niet. Dus helemaal prima. Een dikke, dikke prima. Nou, dan zit ik eigenlijk in de overweging om toch niet even naar sportschool te gaan. Maar aan de andere kant denk ik ook van, weet je, het is goed zo. Laat het gewoon niet te gek doen. Het is warm. Vandaag een rustige dag. Volgens mij hebben we niet echt iets bijzonders op de planning staan. Dus dat is alleen maar goed. Dus, ja, dat. En voor de rest zien we wel wat er vandaag gaat gebeuren. Dus. Poh. Ik weet niet, ik ben aan het twijfelen. Ik ben aan het twijfelen wat ik ga doen. Poh. Oh ja, 4 dagen is ook weer geweest. Nou. Het is allemaal wat. Ik heb er niks van meegekregen, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben verder ook niet zelfs in een stad geweest. Wel thuis wat dingetjes te doen. En het was goed. Ik ben wel een dag naar Duitsland geweest. Een dagje van, ja, nee, ik ga het niet doen. Ik ga niet naar de sportschool. Ik doe het niet. Ik ga het niet doen. Ik ga me niet over de kop werken. Gewoon lekker rustig aan. En kilootjes moet ook weer minderen. Want het gaat ook weer de slechte kant op. Oké, ik doe het aan mezelf. Stop het aan mezelf in de mond. Maar het is ook een beetje vakantie. Ik wil ook niet alles afwijzen. Dus dan probeer maar gewoon wat minder aan te doen. Dus niet alles maar met te pakken wat. Wat ik kan, maar gewoon bij met mate. En dan zien we over 2 weken weer. Dan beginnen we ook weer met voetballen. Ja, het is toch weer zover. Moet toch even wat dingetjes doen met voetballen. Ik kom er niet onderuit. Natuurlijk kan ik onderuit. Natuurlijk kan ik nee zeggen. Maar ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik wil dat dan toch, ja,
Nee, ja, nee. Ja. Nee, ik wil er toch... nee, ik wil er toch... Ik kan dat niet. Ik kan het niet. Ik bedoel, zeker omdat ik... dat ik al mijn zin heb gehad bij Juliana. Altijd gewoon gezellig geweest. De jongens die heb ik al een keer ontmoet, die er ook de nieuwe en zo. Lijkt me ook weer gewoon een leuke groep die er is nu. Een aantal jonge jongens erbij. Dus wat dat betreft, is het dat eigenlijk. Gewoon een beetje in de zin van vertrouwd. Gewoon willen helpen. Dus, maar goed, we zullen het wel zien. Goed, ik ben weer thuis. Ik ga stoppen. Even duimpje omhoog allemaal. En even abonneren op mijn kanaal. Dan komt het wel goed. Nou, ik zou zeggen tot de volgende week. Als het enigszins kan. Als er geen andere dingen gepland staan, dan komt het helemaal goed. Dus duimpje, abonneren. Ja, ik weet het, moet scheren. Dat ga ik zo meteen doen als ik ga douchen. Dus dan kijk ik volgende week weer. Goed, ga ik afsluiten. Tot de volgende keer. Rustig aan. Ciao.